checken. Wat doet een DDZ daar? Ja, geen idee. Goedemorgen. Tweede paasdag. En een DDZ. Ja, dat weet ik ook niet. 6 bakken DDZ. Op Alkmaar Noord. Goedemorgen, vandaag reizen. Door. Thomas, wat was dat daar? Het was een DDZ. Nooit. Nee, het was altijd film naar Den Helder. Dus gebeurde op tweede paasdag hier vreemde dingen. Maar nu op naar Utrecht. Zo, deze Willem M. 1 naar Utrecht nemen. Dan komt een vriend van ons erbij. En dan gaan we weer een leuke dag hebben vandaag. We zitten nu tussen Uitgeest en Zaandam. Dus ja, let's go. Nou, we hebben René weer gevonden. Waar zit in de oude rugleiding van Hilversum? Naar Hilversum. Via Soest. 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 Of Soest. Ja, goed op film, hè jij? Nee, deze rugpijn trein. Gaan we weg. Naar Hilversum. Waarom denk je dat ik er zo bij zit en niet tegen de rugleiding? Omdat je anders spontaniteit last krijgt van je rug. Ja. Als ik met je rug tegenaan zit, want dan zie je niks in de buiten. Dat maakt mij niet uit. Ja. Krijgen we net en, pijn in mijn rug. En zometeen hebben we een nieuwe rit. Chantal in de stiltecoupé van de torenkappers. Nee man. Dat wil ik niet doen. Maar ja, we zijn... Welk station is dit nou hier? Soest. Volgens mij. Ja. Dus met deze gaan we door naar? Heel gezien. Busje. Maria Hoeven. Zitten, zitten. We zien wel. Teruggevonden in Sprinter City naar Utrecht Centraal en dan gaan we naar Alkmaar, 34 minuten overstap en we hebben allebei een mooi aanwinst. Ik had een cd'tje bij de auto hier gekocht terwijl je eigenlijk voor eten ging. Ja, we gingen boodschappen doen en we komen dit tegen. Hoppa. Mooi inslaan. Als trein naar huis. Yep. Ja, we zijn nu bij Zaandam. Hoe vond je deze dag? Cool. Ja, wel gezellig. En ja, dit was onze tweede paasdag. Dus, en geslaagd dagje. Nu op naar huis. Tot de volgende keer. Like, subscribe. Liken, abonneren, reageren. En dan zien we je bij de volgende.